Welkom, beste leerlingen, bij dit nieuwe digitale filmpje. We gaan het vandaag en de komende week hebben over de Franse Revolutie. Nu, ik weet, Virus TB, jullie hebben in principe deze week geen geschiedenis. Het wil dan ook zeggen dat voor beide klassen, alle drie de klassen, deze les wordt uitgesmeerd over 2 weken. Je kan er dus voor kiezen alles deze week al te doen of een stukje te doen, dat kies je zelf. Nu, de Franse Revolutie is een zeer interessant gegeven en vooral een heel belangrijk gegeven. Wacht zeker tot het einde, want dan ga je heel wat zaken verklaard krijgen die vandaag zeer relevant zijn. Nu, we starten bij het begin en ik laat jullie eerst enkele beelden zien die jullie hopelijk al wel ooit eens een keer in een of andere vorm gezien hebben. Het bekendste wanneer over de Franse Revolutie wordt gesproken is dit beeld. Dit is het Place de la Concorde, waar de enorm grote guillotine opgesteld stond. Een guillotine is, zoals jullie weten, een machine met een scheef mes in dat mensen zeer snel kan onthoofden. Je ziet hier dan ook een half lichaam liggen en hier hangt zijn hoofd. Later zal je van mij ook nog te horen krijgen wie dit precies is, want we weten wie er daar onthoofd wordt. En je ziet natuurlijk die enorme massa mensen, die tegengehouden worden door een enorme massa soldaten. Daar gaan we het dus ook over hebben. Hier van boven zie je een beeld dat je misschien ook al hebt gezien. Bijvoorbeeld bij musicals zoals Les Misérables kom je die tegen, die geschreven is over deze periode, excuseer. Deze half ontblote dame heet Marianne. Ze heeft nooit echt bestaan, maar ze is het symbool geworden van de Franse Revolutie, omdat, jawel, de vrouwen ook hier belangrijk zijn. En dit beeld ga ik straks ook verklaren. En dat maakt al meteen duidelijk dat het geen vreedzame les zal zijn. Nu, hoe komt het tot een revolutie? In de 18e eeuw is er een enorme vorm van ongelijkheid. En dat komt door jarenlang aan slecht bewind. Dat is helemaal overal in Europa het geval, maar in Frankrijk is het echt wel het ergst. Nu, hoe komt dat? In de middeleeuwen hebben we bijvoorbeeld Karel de Vijfde, die erg goede idee heeft, zijn volk ook heel eerlijk bestuurt. Er is natuurlijk in de middeleeuwen al die ongelijkheid tussen klerus en adel en het gewone volk, maar de adel neemt nog altijd wel zijn taak op, luistert nog wel altijd. Het is niet ideaal, maar het is leefbaar. Tegen het einde van de middeleeuwen echter begint die weegschaal zoveel verder door te wegen naar de adel en de klerus. Zij hebben echt letterlijk alles en het volk heeft ook wel degelijk niks meer. En dat geeft natuurlijk steeds meer ruzie, onderlinge wrijvingen en dat leidt tot deze revolutie. Nu, er is op dat moment in Frankrijk al jarenlang geen overleg meer geweest. Als jullie dat nog herinneren van vorig jaar, is men ooit begonnen met het principe van een staten-generaal. Dat wil zeggen dat men een soort pre-parlement probeert op te richten, waarmee de koning samen regeert. De koning is nog altijd wel de absolute baas, maar de adel en soms zelfs de burgerij heeft een beetje inspraak. In Frankrijk heeft de Staten-Generaal dan al jaren geen overleg meer gepleegd. Dat hangt er ook mee vast dat Louis VI in dit geval de absolute vorst is. Hij doet alles alleen maar zoals hij het wil. Er is daarnaast een extreme economische ongelijkheid, waarbij 80% van het gehele grondoppervlak van Frankrijk in handen is van de adel en de klerus. Moet je dan natuurlijk bedenken dat er altijd een groot percentage van grond is dat helemaal niet bruikbaar is. Frankrijk heeft bijvoorbeeld ook bergen en stenen en moerassen. Dus je kan er eigenlijk een beetje van uitgaan dat adel en de klerus alles heeft. Doe daar dan ook nog eens bij dat er een extreme fiscale ongelijkheid is. Fiscaal verwijst naar geld en dat wil zeggen dat de adel en de klerus geen sikkepiet aan belastingen betalen. Zij leven compleet op de kap van de boeren, die dus niks hebben, maar wel alles moeten betalen voor die mensen die boven hen staan. Je moet daar geen tekening mee maken, de mensen zijn ontevreden. En terecht. Verder is er ook nog die burgerij. En die burgerij is zo'n beetje een tweede stand geworden binnen de derde stand. De burgerij zijn die mensen van gewoon allooi, die helemaal geen blauw bloed hebben, die rijk zijn geworden door handel te drijven. En zij merken al gauw dat zij eigenlijk in heel wat gevallen harder gewerkt hebben en slimmer zijn dan die adel die helemaal niks gedaan heeft, die verder ook incest gepleegd heeft en die helemaal niks te zeggen heeft buiten het feit dat ze zogezegd zouden afstammen van een of ander iemand die anders zou zijn. Dus de burgerij begint boos te worden. En terecht.
Verder is natuurlijk ook de verlichting in volle gang. Er zijn heel wat andere denkbeelden waarbij ervan uit wordt gegaan dat mensen gelijk zijn. Dat er helemaal geen onderscheid is wanneer ze geboren worden. Herinner je je nog van de vorige les? En die ideeën sijpelen steeds verder door. En verder voor de boeren, het meer gewonere volk dan, is er dan nog een ander gegeven. Er zijn heel veel misoogsten geweest en de belastingsdruk is onuithoudbaar. Je moet je voorstellen dat Louis XVI op elk moment dat hij geld tekort heeft, zonder overleg de belastingen gewoon kan verhogen. Hij kan letterlijk zeggen, 50% van wat de boeren hebben, moet ze aan mij afgeven. Dat wil dan ook zeggen dat deze man links, als dit het enige is dat hij heeft, die dingen die hij aan heeft, dat hij dan deze ene schoen, dat hemd en zijn riek moet afgeven. Want dat is 50% van wat hij heeft. En zo oneerlijk gaat het leven dan al jarenlang door. Deze beelden die je hier trouwens ziet, zijn nagemaakt op skeletten die men uit die tijd gevonden heeft. Nu, jullie zien op pagina 135 deze spotprenten. En dat is een erg nieuw gegeven. Het is een nieuwe vorm van kritiek die dan ontstaat. Nu, er zijn al vaker, zelfs al in de middeleeuwen, en zeker bij de Grieken en Romeinen, weten we dat er grappige kunst gemaakt wordt. En kunst om kritiek te geven. Maar door de boekdrukkunst zijn die spotprenten ineens enorm populair geworden. Vroeger moest alles met de hand getekend worden, dat duurde te lang en de kans dat je betrapt werd was veel te groot. Nu kan je die spotprenten door de boekdrukkunst kan je die volledig anoniem maken en worden die binnen een dag tijd in duizenden gedrukt. Soms gebeurt het dan ook dat men in een van de hogere huizen gewoon een raam openzet en die spotprenten gewoon naar buiten kiepert. Dat ze neerwaaien op de straten. Men heeft dan geen idee meer van waar ze komen, wie ze gesmeten heeft, maar het gewone volk kan ze wel gewoon oprapen en de spotprenten verspreiden zich razendsnel. Dus het opzwepen van de massa gaat veel sneller dan vroeger. En jullie moeten hier een oefening op maken op pagina 135. Nu, hoe gaat het nu van een opstand naar een revolutie? Je kan dan misschien wel boos zijn, je kan in straten gaan protesteren en betogen, maar dan hebben we nog geen revolutie. Wat gaat er aan te grondslag? De Staten-Generaal wordt toch opnieuw samengeroepen na 175 jaar. 175 jaar lang is er geen overleg geweest tussen koning, adel, klerus en het gewone volk. Nu, bij het gewone volk moet je bedenken, dat is de burgerij. Er is geen enkele boer die mag deelnemen. Het zijn alleen die mannen, pas op, natuurlijk mannen, die zich door handel te drijven of door bepaalde beroepen uitoefenen die veel aanzien hebben, die zich naar boven hebben gewerkt. Dus iedereen wordt in principe vertegenwoordigd, want de burgerij probeert ook wel het gewone volk te verdedigen. De reden voor het samenroepen van de Staten-Generaal na 175 jaar is het feit dat Frankrijk gewoon compleet failliet is. Louis XVI heeft al het geld weggesmeten aan feestjes, gouden paleizen, dames natuurlijk, zijn minnaressen, kleren, een oorlogje hier, een opstandje daar, dat er eigenlijk niks meer is. En het enige wat hij nu nog kan doen, is de belastingsdruk nog opdrijven. Maar hij heeft ergens wel gevoeld dat het gevaarlijk is. Dus om het volk een beetje tegemoet te komen, roept hij de Staten-Generaal bij elkaar. Nu, de spanning is om te snijden. Na 175 jaar wil de burgerij natuurlijk zaken veranderen. Ze hebben eerder nooit inspraak gehad, maar ze hebben wel dubbel zoveel leden. Er zijn ongeveer een 200-tal adellijke, een 200-tal geestelijke, maar een 400-tal burgerlijke. Dus er is dubbel zoveel van hen. Wat willen ze? Ze willen een politieke hervorming, een fiscale hervorming, dus die belastingen, en een sociale hervorming, afschaffing van die standen natuurlijk. En ze eisen, heel belangrijk, een hoofdelijke stemming. Nu, hoe ging de stemming vroeger in zijn werk? Ik ga even naar de vorige afbeelding. Als je hier op de achtergrond kijkt, zie je hoe iedereen gesplitst zit. Je ziet hier de koning zitten, omringd door de adel natuurlijk. Hier zie je de burgerij zitten, met hun pruiken en mooie kleren. En opzij zie je de geestelijke zitten. Nu, hoe ging de stemming vroeger? Wanneer over iets gestemd moest worden, kreeg elk van deze partijen één stem. Dat wil zeggen dat de koning met de adelen achter hem en de geestelijke, dat die meestal hetzelfde stemden. Want ja, als er voor belastingsverhoging werd gestemd, ja, tuurlijk gingen die ja stemmen, want het kwam natuurlijk allemaal naar hen. Met natuurlijk wel de kleine extra notie dat er bij de geestelijke toch heel wat waren die wel begrepen dat er voor het volk iets moest veranderen. Maar die uitzonderingen waren met te weinig.
En de burgerij had dus maar één stem. Alhoewel dat ze daar met dubbel zoveel waren, konden zij maar één stem uitbrengen. Ze gingen altijd verliezen. Vandaar dat zij eisten om een hoofdelijke stemming in te voeren. Een hoofdelijke stemming wil zeggen dat elk hoofd, elk persoon die daar aanwezig is, dus een stem mag uitvoeren. Maar dan zou de burgerij natuurlijk compleet winnen, want zoals het ook in het echte leven was, was het gewone volk gewoon met veel meer dan die adel en die klerus. Maar dat wou de koning natuurlijk niet. De koning kaatst het af, gebruikt ook zijn vetorecht en de burgerij neemt het eigen recht in handen. Zij stichtte de Nationale Vergadering. En hier zie je de eed van de kaatsbaan. Nu, hoe komt dat? Omdat ze buiten werden gejaagd uit die grote zaal die je daar zelfs zag, de koning liet ze verjagen, zijn ze een andere zaal beginnen zoeken en men vond een kaatsbaan. Daar waar men dus een soort vroegere vorm van bowling deed. Het was de enige zaal die groot genoeg was. Daar heeft men de eed gezworen dat men niet die zaal zou verlaten, nooit, tot er iets zou veranderen, tot ze een grondwet zouden hebben. En ze hebben dan ook een grondwet gemaakt in die kaatsbaan. En ze hebben zichzelf uitgeroepen tot een nationale vergadering, dus tegen de Staten-Generaal van Louis XVI in. Nu, de boeren zitten op dat moment ook niet stil, want, zoals wel vaker, het politiek gebrabbel duurt voor hen veel te lang. Zij hebben op dat moment honger, zij willen vrede, zij willen gerechtigheid, zij willen terug leven. Dus ze nemen veel sneller actie. Door die spotprint en zo zijn ze natuurlijk opgedweept. En wat doen ze? Op 14 juli 1789 bestormen ze de Bastille. En dat is meteen ook de datum die we gelijkstellen met het begin van de Franse Revolutie. De Bastille zie je hier. Dat was ook die afbeelding daar aan het begin. Dat groot gebouw met al die rook daar rond. Men bestormt de Bastille en bevrijdt alle gevangenen die daarin zitten. Dat was eigenlijk, men bevrijdt niet zo heel veel mannen en vrouwen. Maar het was vooral een symbool van een machtswillekeur. Het gebeurde heel vaak dat er heel geen proces was. Je werd gewoon opgesloten als de adel jouw hoofd niet graag zag. Of wanneer jij iets misdeed. Dus het was gewoon, de gevangenis was geen eerlijke plaats. En er zat ook alleen maar gewoon volk. De adel kon zijn of haar goesting compleet doen en werd nooit gestraft of opgesloten. De boeren daarentegen moesten nog maar scheef kijken en ze zaten al in de gevangenis. En op het platteland, dus die mensen die niet in Parijs wonen, want we bevinden ons op dit moment in Parijs natuurlijk, die gaan plunderingen uitvoeren. Die gaan proberen zaken van de adel leeg te plunderen. Nu, de Nationale Vergadering wil dat liever niet. Zij willen een vredige overgang, dus zij gaan die grondwet naar voren schuiven. En daarin staat dat ze de standen gaan afschaffen. En ze gaan het nationaliseren van de kerkelijke bezittingen. Dat wil zeggen dat alles wat van de kerk was, de gronden, de kerken zelf, de kathedralen, al dat goud dat daarin opgestapeld wordt, dat allemaal van de nationale status van Frankrijk zelf zal worden. Men wil er ook voor gaan dat een pastoor vanaf nu niet gewoon aangesteld wordt, maar daar een stemming voor gaat zijn. En maakt de eerste verklaring van de rechten van de mens. Nu, er volgt natuurlijk kritiek vanuit de kerk, die zien dat helemaal niet zitten. En er zijn ook heel wat gelovigen die dat helemaal niet zien zitten. Waarover later meer. Nu, hier zie je die eerste declamatie van de rechten van de mens. En je ziet ook in je cursus op pagina 138, zie je zo dat eerste idee van de verklaring van de rechten van de mens. En je moet ze maar eens gaan lezen. Zijn ze zo verschillend met nu? Of komt het er eigenlijk een beetje op neer? Want we bevinden ons hier wel eeuwen terug in de tijd natuurlijk. Nu, mijn tijd is op. In het volgende filmpje gaan we hiermee verder, want het zullen er deze week twee zijn. Tot straks!